Yo, gasten van DMG Gaming. Ik ben Max en ik heb vandaag weer een nieuwe commentary voor jullie. Het is al een tijdje geleden dat ik voor jullie natuurlijk een commentary heb gemaakt. Want bij de vorige commentary had ik gezegd dat ik waarschijnlijk nog in de vakantieweek dat ik misschien nog voor jullie zou gaan uploaden. Maar dat is hem niet geworden. Die week daarvoor had ik natuurlijk best wel druk met mijn stage al en zo. En ik was gewoon vergeten voor jullie een commentary te maken. Ja, het spijt me daarvoor. Maar ik wil jullie wel echt heel erg bedanken voor alle nieuwe abonnees die erbij zijn gekomen. Want het zijn er echt zo verschrikkelijk veel. Toen ik mijn laatste commentary had gemaakt, zaten we ongeveer nog op de 130 abonnees of zo. En we zitten er nou al over de 250 heen. Nou, echt zoveel zijn er alweer bijgekomen. Ik was al verschrikkelijk blij toen we de 100 abonnees hadden gehaald. We zitten nou gewoon over de 250 abonnees. Het is gewoon het dubbele van dat. Voor alle nieuwe abonnees die erbij zijn gekomen, welkom op dit kanaal. Ik hoop dat je het een leuke kanaal vindt. Laat dan gewoon even een blauw duimpje achter als je het leuk vindt en zo. Maar ja, de gameplay op de achtergrond is een gameplay gehaald door mij natuurlijk op de PlayStation 4. Het is op de map Sovereign met de K7. Het is een Assault Camp Strike op Team Deathmatch. Team Deathmatch, ja, ik weet niet. Ik vind de laatste bij Team Deathmatch vind ik gewoon wel leuk. Ik zit nou ik ga gewoon een beetje voor de winstreak spelen. Want ik kan niet zo heel veel doen. Heel veel doen meer natuurlijk. Ik speel nu op een ander account. Daar ben ik eerst precies level 60 of zo. Ja, ik was dit weekend als ik daarop geprestigd. Ik zit er gewoon een beetje voor winstreak te spelen en Team Deathmatch is natuurlijk makkelijker, dan kom je tegen iets slechtere enemies en zo. Dus het was ook best wel een clutchy campstrike die ik hier haal, want bij de 65 punten pak ik nog 4 man op en daarbij haal ik ook gelijk mijn campstrike. En bij de 74 kills stopte een keer mijn team of zo, want ik kan mijn campstrike in, stopte een keer mijn team met killen. Ze denken van, oh, laat Maxinator maar even die laatste kill pakken met zijn campstrike. En de allerlaatste final kill killen dus haal ik met de campstrike. Ja, in de gameplay komen ook best wel een paar, op het laatst volgens mij, komen een paar lekkere feeds in met mijn K7. Dat ik volgens mij 1-5-man feed of zo, dan spannen ze in één keer allemaal voor me en dan kill ik ze daar allemaal. Dus dat is natuurlijk wel nice. Maar ik heb even een klein onderwerpje. Ik wou het eigenlijk vandaag met jullie over twee onderwerpen hebben. Het eerste onderwerp is over de map packs. Ja, de map packs zijn uitgekomen al een tijdje geleden volgens mij, 2 weken of een week geleden of zo. En ik vind het echt hele leuke map packs. En er zit natuurlijk een Dome remake bij. Zoals voor de mensen die dat niet weten, Dome, dat is een map op MW3. Dat is een van de kleinere mappen op MW3. En ik vond het ook de leukste map. En die is natuurlijk nu een remake van gemaakt voor Call of Duty Ghost. Ik heb hem echt al helemaal kapot gespeeld. Over het algemeen samen met Guus, want Guus heeft natuurlijk ook Season Pass. En ik heb ook Season Pass. Dus ik kan hem gewoon gratis die map spelen. En we zitten nu op een 39 winstreak of zo. Guus is al op 61. Maar ik heb op twee accounts heb ik... Ik heb op Nessie Rage als mijn andere account, dan heb ik een 30 winstreak. En op Machinator heb ik een 38 winstreak of zo. Dus bij elkaar zou dat 68 zijn of zo. Dus we spelen gewoon een beetje voor de winstreak. En het is gewoon, ik kan natuurlijk niet zoveel mijn level op Machinator. Of helemaal niks meer. Ik kan alleen voor gouden wapens gaan en zo. Maar moet je gaan leanen en al die andere rotzooi. Wat ik eigenlijk gewoon normaal gesproken nooit doe natuurlijk. Dus gewoon voor de mensen die vragen aan mij bijvoorbeeld is geld nou echt wel waard om die mappings te gaan halen? Ja, ik zou het wel aanraden, want het zijn echt hele leuke maps. Want met mappacks hou je natuurlijk een beetje afwisseling in het spel. En ik denk dat dat het leukste is van allemaal. Om gewoon een beetje af te wisselen tussen mappacks en zo. Dus gewoon kort gezegd voor de mensen die twijfelen van... Zal ik de mappacks wel halen of zal ik ze niet halen? Ik zou ze gewoon halen. Het zijn echt hele leuke maps. Maar het tweede onderwerp waar ik het met jullie over wil gaan hebben is over een nieuwe serie. Sinds vandaag eigenlijk gaat die starten. Vandaag doe ik nog niet de nieuwe serie dan, maar voor volgende week. Kijk, want Daniel kwam met een leuk idee van... Max moet even een serie doen of zo. Dus ik zeg van... had een idee van dat jullie elke week een onderwerp achterlaten in de comments. En dat ik dan er een van uit ga kiezen. Dat ik dat onderwerp ga bespreken die volgende week. Of die week daarna dan. Die serie doe ik dan gewoon alleen op maandag. Dus als jullie nou vandaag een onderwerp in de comments achterlaten, dat ik die dan volgende week ga bespreken. En dan zeg ik gewoon even de naam erbij die comment had achtergelaten. Dus mij lijkt het wel een leuk idee. Ik hoop dat jullie het ook een leuk idee vinden. Laat er dan gewoon even een leuke onderwerp achter die ik het dan de week daarna met jullie over kan gaan hebben. Maar dit is dan weer het einde van de commentary. Ik hoop dat jullie een leuke commentary vonden. Laat dan even een blauw duimpje achter. Subscribe even op dit kanaal en dan zie ik jullie later gasten.